centen. Makkelijker dan je denkt. Vanaf groep 7 gaat je kind kennis maken met procenten. Veel kinderen vinden dit moeilijk, maar dat valt erg mee. Vaak spelen er andere rekenproblemen mee, zoals onvoldoende begrip van het verband tussen verhoudingen, breuken, kommagetallen en procenten, moeite met delen door 10 en 100, niet goed weten waar de komma dan naartoe moet, en het niet goed lezen van de vraag, en dan helpt een stappenplan altijd goed. Maar wat procenten ook lastig maakt, is dat er zoveel verschillende soorten opgaven lijken te zijn. Maar eigenlijk zijn alle soorten opgaven terug te brengen naar 3 soorten sommen. Sommen waarbij je het geheel weet, maar een deel moet uitrekenen. Sommen waarbij je het deel weet, maar het geheel, dus de 100% moet uitrekenen. En sommen waarbij je 2 getallen hebt, maar waarbij je dan het percentage moet uitrekenen. Door de informatie uit de opgave te ordenen in een verhoudingstabel, wordt snel duidelijk wat voor som het is en hoe je het moet uitrekenen. Een vaste aanpak met de verhoudingstabel maakt het allemaal een stuk overzichtelijker. Net als bij een breuk is een procent gewoon een deel van een geheel. Bij een taart die in 3 stukken is verdeeld, heten de stukken 1/3, ofwel 1 van de 3 stukken. Een procent is niets meer of minder dan 1 van de 100. Dus 1 van de 100, 1 per 100, 1 honderdste. Procent. Pro betekent per, cent betekent 100. Waarom worden er 2 manieren gebruikt om hetzelfde op te schrijven? De reden is dat boven een breukstreep nooit een kommagetal mag staan. De breuk 12,5 honderdste bestaat dus niet, dus dat schrijf je als 12,5%. Een procent is uit te drukken in een percentage. Dat wil zeggen, als je hebt uitgerekend dat iets bijvoorbeeld 25% is, dan is het percentage dus 25. Een procent is dus gewoon een breuk die altijd 100 als noemer heeft. De noemer van een breuk geeft aan in hoeveel stukjes iets is verdeeld. Bij procenten gaat het dus altijd om een aantal dat in 100 stukjes is verdeeld. 1% is dan 1 van die stukjes. Het gele hokje van dit vierkant is er 1 van de 100, dat is dus 1%. Hier zie je dat er 10 gele hokjes zijn, 10 van de 100, dat is dus 10 honderdste. Dat is dus 10%, maar je ziet tegelijkertijd dat er van die rijen, dat daar van 10 zijn, dus het is ook tegelijkertijd 1/10. 1/10 is dus hetzelfde als 10%. Hier zie je dat er 25 hokjes gekleurd zijn, 25 van de 100, dus 25%. Maar je ziet ook gelijk dat dat gele vlak 4 keer in het hele vierkant past. Je ziet hier dus dat 25% hetzelfde is als 1/4. Hier zijn er 50 van de hokjes gekleurd, dat is dus 50%. En je ziet ook gelijk dat het de helft is van het vierkant, dus 50% is gelijk aan een halve. Als je kind in groep 7 met procenten begint, leert het eerst deze percentages in combinatie met de breuken. Je kind leert dus dat 10% hetzelfde is als 1/10 en dat je 10% dus kunt uitrekenen door het getal door 10 te delen. Voorbeeld. Op een broek van €85 krijg je 10% korting. Hoeveel kost de broek nu? Oplossing 10% betekent delen door 10, dus €8,50 korting. De broek kost dus nu €85, min €8,50 is €76,50. Bij het uitrekenen van deze som kunnen 2 problemen ontstaan. Je kind weet niet hoe je €85 kunt delen door 10. Weet dus niet dat de komma dan 1 plekje naar links moet. Of je kind leest de som niet goed en rekent alleen de korting uit. Dus dan is het antwoord 8,50 en dat is dan natuurlijk fout. Als je kind het nog erg moeilijk vindt om een getal te delen door 10 of 100, oefen dit dan apart. Doe dat zo. Als er geen komma in het getal staat, zet je die eerst achter het getal. Als je dan gaat delen door 10, dan gaat de komma 1 plaats naar links. Als je dan gaat delen door 100, gaat de komma 2 plaats naar links enzovoorts. Bijvoorbeeld, als je 8 deelt door 10, dan zet je eerst dus die komma achter de 8 met een nulletje erachter. Zet je de komma, gaat eentje naar links, hou je dus over
0,8. En die 0 die erachter stond, die kan je weer weghalen. 85 gedeeld door 10. Er staat al een komma, dus die hoef je alleen maar één plekje naar links te verplaatsen. En dat is dan €8,50. Het tweede probleem is dat het kind bij de eerder genoemde opgave de som niet goed leest en alleen de korting uitrekent. Leer je kind dan te werken met een stappenplannetje. Dat kan er zo uitzien. Bijvoorbeeld, Joost koopt een broek van €48 met 25% korting. Hoeveel betaalt hij nu? Nou, je kind heeft geleerd dat 25% 1/4 is. Dus het stappenplannetje wordt €48 min 25% van 48. Dat is dus 48 min 48 gedeeld door 4. Dan wordt het dus €48 min €12 is €36. Op deze manier vergeet je kind niet om de korting af te trekken van het volledige bedrag. Je kind oefent op dezelfde manier met de percentages 25% door te delen door 4 en 50% door te delen door 2 en met 1% door te delen door 100. Daarna komt de 75% aan de orde. Dat is dus 50% plus 25%, dus 50% plus de helft van 50%. Of je neemt de helft van 50% en doet dat keer 3, dan heb je dus 3 keer 25%. Daarna kunnen allerlei combinaties gemaakt worden. 5% is de helft van 10%, 15% is dan weer 10% plus 5%, 60% is 10 keer 6, 10% keer 6. De meeste kinderen komen op deze manier een heel eind. Maar op een gegeven moment moet er ook gerekend worden met percentages van bijvoorbeeld 36%. Dan kan je natuurlijk 3 keer 10% doen en dan 6 keer 1% erbij. Maar makkelijker is het dan om gewoon 1% uit te rekenen en dat keer 36 te doen. Dat is namelijk een manier die altijd werkt. Dus als je kind niet zo makkelijk ziet dat 75% gewoon 3 keer 25% is, of moeite heeft met delen door 4, dan kan het ook altijd 1% uitrekenen en dat vermenigvuldigen met 75. Dus in dit geval, voorbeeld, 33% van 1320. 1320 gedeeld door 100 is 13,20. 13,20 keer 33 is 435,60. Zeker bij verhaalsom is het aan te raden om altijd een verhoudingstabel te gebruiken als het over procenten gaat. Het is een goede manier om de informatie uit de som te ordenen. Dus je doet 1320 gedeeld door 100, doe je onder ook, dan heb je dus 1% uitgerekend, is 13,20. Je moet naar 33%, dus je doet het keer 33 en dan doe je boven ook keer 33 en dan kom je op hetzelfde uit. Er zijn verschillende soorten opgaven waarbij het steeds gaat om het berekenen van een deel van een geheel. Een paar voorbeelden. In een wijk wonen 2500 mensen. 60% hiervan zijn vrouwen. Hoeveel mannen wonen er? Oplossing. Je weet dat er totaal 2500 mensen zijn. Dat is dus 100%. 60% is vrouw, dus 40% is man. In dit geval weet je dus de 100%, namelijk die 2500. En het deel wat je moet uitrekenen, namelijk 40%. In dit geval is de makkelijkste manier via de 10%, omdat het gevraagde percentage ook een tiental is. Dus je deelt die 2500 door 10, dus 250. Dan heb je dus 10% uitgerekend. Je moet naar 40%, dus dat keer 4. Daarboven doe je dan ook keer 4 en dan is het antwoord dus 1000. Als je de winst wil berekenen, dan ga je ook van het geheel naar een deel. Frank koopt een tweedehands fiets voor €820. Hij knapt hem op en verkoopt hem met 22% winst. Voor hoeveel heeft hij hem verkocht? Nou, stappenplannetje. Hij heeft hem verkocht voor 820 plus 22% van die 820. Je vult in wat al bekend is, dus die €820 is 100%. Je moet weten, 22%. Dan ga je kijken, 820 gedeeld door 100 is 1%. En dat is €8,20. Kom maar verschuiven. En dan moet je naar 22% rekenen. Dus doe je onder keer 22 en boven keer 22. En dan kom je uit op €180,40. Nou, terug naar het stappenplannetje. 820 plus €180,40 is €1000,40. De vorige opgave had ook op een andere manier berekend kunnen worden. De uiteindelijke prijs is namelijk de inkoopprijs plus de winst. Dus 100% plus 22% is 122%.
Dus wat je ook had kunnen doen is 820 is 100%. 1% is dan 8,20 euro. En dat dan gelijk keer 122 doen. En dan kom je ook uit op 122% is dus 1.040 euro. Op dezelfde manier kun je ook de betaalde btw berekenen. Voorbeeld, in de folder staat een spel voor 48,40 euro. De btw is 21%. Wat kost het spel zonder de btw? Nou, de oplossing voor het spel is eigenlijk 100% plus 21. Dus 121% betaald. Je weet dat die 121% dat het 48,40 euro is. Nou, je gaat weer delen door 121. Dan kom je uit op 40 cent. En dat doe je dan keer 100 en dat is dan 40 euro. Dus dan weet je dat de betaalde btw de rest is, dus dat is 8,40 euro. Je had ook die 40% gewoon keer 21 kunnen doen en dan heb je gelijk de btw. Als je de btw wil berekenen, zijn er twee manieren voor. Op een website zijn de prijzen zonder btw vermeld. Er staat een partij frisdrank te koop voor 172 euro exclusief btw. Wat is dan de prijs inclusief btw? Nou, 172 euro is 100%, dat is alweer bekend. Je deelt door 100 en heb je 1%, dat is 1,72 euro. Dan doe je dat keer 21, dat is 36,12 euro. Dat tel je dan op bij die 172 euro en dan kom je uit op 208,12 euro. Wat je ook kunt kunnen doen is gelijk zeggen 172% is 100%. 1% is dus 1,72 euro. En dan doe je het gelijk keer 121 en dan heb je de prijs met btw. Dus dat zijn twee manieren om het uit te rekenen. 100% rekenen via 1%. Dan ga je dus van een deel naar het geheel. Dus dat is andersom als met de som van net. Gerard heeft nog 130 euro over van zijn spaargeld. Dat is nog maar 2% van wat hij eerst had. Hoeveel had hij eerst? Nou, de oplossing. Eerst vul je de informatie weer uit de som uit. Dat zijn weer de groene getallen. Dus je weet dat 130% in dit geval 2% is. Je moet dus nu van 2% naar die 100% gaan rekenen. Nou, dan is het handig om gewoon 2% eerst door 2 te delen. Dan heb je 65 en dat keer 100 te doen. Dus het is 6500. Deze opgave die hier staat lijkt lastiger dan de vorige, maar eigenlijk bereken je het op hetzelfde manier. In de uitverkoop is een jas 20% afgeprijsd. Hij kost nu 70 euro. Hoe duur was hij eerst? Nou, als je bedenkt dat de prijs eerst 100% was, hij is nu 20% afgeprijsd. Dus je hebt in feite 80% betaald. Dus je vult weer in wat je weet. Die 72 euro is dus 80%. Je moet weer naar 100% toe. Dan is het handig om van die 80% eerst door 8 te delen. Want dan heb je 10% en dat keer 10 te doen. Dat doe je dus boven ook. 72 gedeeld door 8 is 9. Keer 10 is 90. Bij de vorige sommen zijn de percentages steeds aangegeven. En moet je uitrekenen hoeveel dat is. Maar er zijn ook sommen waarbij je juist de percentages moet uitrekenen. Een stoel is in de aanbieding van 620 voor 527 euro. Hoeveel procent korting is er gegeven? Nou, de oplossing, de korting, is natuurlijk het verschil tussen de oude en de nieuwe prijs. Dus de oude prijs was 620 euro, de nieuwe prijs was 527 euro, dus de korting is 93 euro. 620 euro is 100%, 93 euro. Je moet dus nu het percentage weten wat dat is van die 620. Je vult weer in wat je weet. 620 is 100% en je moet naar de 93% toerekenen. Nou, in dit geval doe je dat door te delen door 100, dat is 6,20 euro. En dan kan je even met een hulptabelletje uitrekenen dat dat 15 keer gaat in 93. Dus dat doe je ook onder 100%. 1% is dus 6,20 euro. Je hebt boven keer 15 gedaan, dus doe je onder ook keer 15. Dus dan is het antwoord 15%. Percentage berekenen bij een verhouding. In een klas van 25 kinderen zijn er 5 ziek. Hoeveel procent is dat? Je zet de verhouding weer in een verhoudingstabel. 5 van de 25. Nou, je moet naar de 100 toe rekenen.
Want je moet weten hoeveel van de 100 zijn dat er. Nou, dan moet je dat dus keer 4 doen. Dan doe je boven ook keer 4. En dan kom je uit op 20 van de 100. Dus dat is 20%. Nog een ander voorbeeld. Van de 640 appels zijn er 128 rot. Hoeveel procent is dat? Je vult weer eerst weer in wat je weet. 640 is 100%. Alle appels bij elkaar is dus 100%. Je moet weten hoeveel 128 dan is van die 640. Nou, als je even naar de getallen kijkt, dan zie je dat 640 gedeeld door 2 64 is. Keer 2 is 128. Onder moet je dus ook eerst delen door 10, 10%. En dat keer 2 is 20%. Soms weet je de nieuwe prijs en de oude prijs. En moet je uitrekenen met hoeveel procent de prijs is gestegen. Dan bereken je eerst het verschil en dan moet je uitrekenen hoeveel procent dat is van de oude prijs. Dit is een voorbeeld. De benzineprijs is binnen 1 jaar gestegen van 1,20 euro naar 1,44 euro per liter. Hoeveel procent prijsstijging is dat? Nou, eerst moet je natuurlijk het verschil weten. Dat is 1,44 euro min 1,20 euro. Dit is 24 cent. Is de prijs gestegen. Nou, de oude prijs was 100%, dus 1,20 euro was 100%. Als je dan eerst 1% uitrekent, dan kom je op 0,012. En als je dat keer 20 doet, dan kom je bij 24 cent uit. Onder ook keer 20 is dus 20%. Je had natuurlijk ook gelijk, je had natuurlijk ook eerst gelijk naar 10% kunnen gaan, dan kom je hier op 12 cent uit. En dat keer 2 is 24 cent. Maar zoals je het ziet, kan het ook via de 1%. Maar dan moet je nog van de breuk naar het percentage. Hoe doe je dat? Nou, hier hebben we weer een ander voorbeeld. Van 30 kinderen in de klas spelen er 10 een instrument. Welk percentage is dat? Je zet het weer in een verhoudingstabel 10 van de 30. En moet je gaan kijken hoeveel zijn dat er van de 100. Dat is dus keer 3,33. Doe je boven ook keer 3,33. Dus dat is 33,3 van de 100. Dat is dus 33,3%. Omdat dit zo lastig is uit te rekenen, leert je kind op school de vaste combinaties tussen de breuken en de procenten. Hier staan ook de kommagetallen die erbij horen, want ieder percentage en iedere breuk is ook te schrijven als kommagetal. Want 33 honderdste kun je schrijven als 33%, maar ook als 0,33. Het volgende onderwerp is promillage berekenen. Dat is niet echt basisschoolstof, maar omdat je kind het toch soms tegenkomt in teksten. 1 promiel is 1/1000ste deel. Pro betekent per en mil betekent 1000. Per 1000 dus. Om 1 promiel te berekenen moet je dus delen door 1000. Veel succes!